Hier staat boeren hebben macht. We hebben we alleen wanneer we het zelf organiseren. Dat kan niet van een ander komen. We kunnen niet zeggen, de overheid moet wat regeltjes veranderen, of de supermarkt in moeten wat doen, of de handelaren moeten wat doen. We zullen het zelf moeten doen. En die macht hebben we alleen wanneer we een vragende markt hebben. En die vragende markt die moeten we zelf maken. En als we hier gaan zeggen, we wachten op dat het bestuur wat doet, of het bestuur zegt, we wachten op het leden wat doet, dat helpt het niet. We moeten hier gewoon zeggen dat we het willen, dat we die macht willen. En dan kunnen we het organiseren. Elke week tussen de 20 en de 40.000 varkens.
over reageren? Ik denk dat wat dat betreft sommige mensen, ja, we bestaan trouwens volgend jaar 15 jaar. En dit met hozen komt deze situatie terug en ik ben het helemaal met Wien eens dat dit nu wel een momentum is. In de markt waarin de prijzen opgaan zijn. En ik deel dat analyse dat we denk over een paar maanden de markt niet meer terugkennen qua prijsniveau. En dat is wel het momentum om aan te grijpen om in ieder geval die marktpositie af te dwingen. En je zult wel met elkaar, ik heb het al eerder genoemd, met elkaar vertrouwen moeten hebben dat je in die marktsituatie vertrouwen hebt met groepen bij elkaar die vermarkting neerlegt, buiten dat je probeert zelf dat te doen. Of het bijvoorbeeld met je eigen handelaar doet. Dus het lot ligt ook voor een heel groot gedeelte gewoon in eigen hand. Ja, dat ben ik helemaal eens. Wat is nou het probleem? Als de wordt in die markt stijgt, dan haken altijd die boeren af en dan zeggen ze. Och, mensen, het probleem is niet zo groot. Maar mensen in de wereld zijn anders in elkaar. Juist in die oplopende markten moet je het organiseren. Dan kun je ervoor zorgen dat later bij een dalende markt, dat je dan macht hebt gecreëerd. Eens.